Op de Rogelseweg in Engel heeft vrijdagmiddag rond kwart over twee... een ongeval met een fietser plaatsgevonden. Een fietser is zwaar gewond geraakt. De fietser werd bij de instapdeur van een bus geraakt. Een tramhelikopter werd met spoed opgeroepen. En de fietser werd vervoerd naar het ziekenhuis in Maastricht. Ook ambulances en brandweerwagens werden opgeroepen om assistentie te verlenen. De kwartiermakersvesting Vesting en Belfort-Vossenberg in Meijel hebben samen met Staatsbosbeheer besloten de uitkijktoren weer open te stellen. De uitkijktoren in de Grote Peel werd kort na de opleveringen weer gesloten wegens de coronamaatregelen. Nu deze maatregelen weer versoepelen, is het Belvoor weer toegankelijk. Als de maatregelen van corona het toelaten, wordt in september het project Vesting Belvoor-Vossenberg officieel in gebruik genomen en door het dorpsoverleg overgedragen aan Staatsbosbeheer.